Allemaal hartelijk welkom bij de 43e Kaaioptocht. Met ons motto, wie niet veur is, is achter. Kijk eens wie we hier hebben. Om een collega reporter. Ja, dankjewel. Kan iedereen goed horen wat we allemaal te vertellen hebben. Wie ben jij? Ik ben de rijdende reporter. De rijdende reporter. Ik heb wel een rijdende recht, maar reporter heb ik nog niet gezien. Dat is een nieuw fenomeen, daar ben ik naar voor. Dat is mooi. En waar kom je allemaal? Kaaigat, Struivelaand, overal? Ik kom overal. Aha, waar ben je allemaal geweest? Ik begin hier. En dan zien we straks wel wat komen. En ik denk dat balfrutters moeten ook nog, maar daar zien we wel. We zien wel. We houden er niet van de moed erin. De rijdende reporter, het weer is goed. Volgens mij hebben we hier typisch Riel. Zelf een klein beetje aan de jury aan het proberen te imponeren. Zeg dames, dit is typisch Riel of niet? Typisch Riel? Wij zijn al winnen toe. Al winnen toe? Ja. We hebben nog nooit gewonnen, maar zijn we al winnen toe. En deze jouw hoge ogen? Ik weet het niet. Je bent... Nou, ik weet wel dat je al even bezig bent. Ja. Met je Tom praten zag ik al zijn wegman in Riel staan, toch of niet? Ja, voor en achter in Riel. Voor en achter. We al voor en achter. Op het motto, hè? Voor, we zijn niet achter, we zijn al winnen toe. Je bent al winnen toe. Ja. Nou, we gaan het allemaal zien, denk ik, in de optocht vanmiddag. Dus, succes ermee. Hey Rens. Alles goed, jongen? Ja, prima, jongen. Jij bent een opper? Hoofd? Ja, wij konden niet uitmaken wie de opper hoofd zou zijn. Dat is eigenlijk met allemaal? Ja. 4 of 5. Hey. Dat gaat goed met carnaval. Nee, maar je bent er al lang mee bezig, jongen. Moet ik wel zeggen. Dat Ja, is wel laag, toch niet? Zeker laag, ja. Komt het allemaal goed? Dat wou ik zeggen. Veel plezier nog, jij. En deze jaar winnen dan? Ja, wij zijn er toe. Ik hoop dat snappen. Volgens mij ben ik ingecheckt, of niet? Ik ben ingecheckt, ja. En 4 kwartieren toch, hè? Ja. Jubileumjaar? Nee, de Rielskwartierke, hè? Rielskwartierke? Ja. Ik denk zelfs eens testen. Nee. Stond verkeerd op Facebook dan? Ja, dat bedoel ik. Ah, mooi. Hé, maar kleurrijk. Grote groep, hè? Hele grote groep. Kijk eens. Alles zwaaien! 39 man. Ah ja, kijk. Alles onder controle, jongen. Jij bent de chauffeur, of niet? Ja, maar het is een beetje in een conserveblik kruipen, zeg maar. Ja? Ze hebben niet goed rekening mee gehouden dat... Dat jij zo lang bent. Moet je lastig in en uit komen. Maar ik zag hem net wel hier komen, dus het is wel gelukt. Ja, het gaat goed. Ja. Hé, hey, maar... Een ludiek motto. Een mooi motto. Ja, actueel, hè. Ah, heel actueel. Actueel, ja. Dat had het bijna niet actueel gekund, volgens mij wel. Nee, we hebben ook op losse moment alles nog moeten passen. Ja? Ja. Ah, het is wel gelukt. Ja, even meehelpen. Ja, is goed. Heb je bijna een zonnebril van nodig, dames? Zeg, jij hebt bijna een zonnebril nodig hier? Al die... Ja, wij zijn blind. Verrekken schoon. Ja. Het is lang geleden we zo'n schoon valk gezien hebben in het Kaaigat. Wij zijn 25 jaar hebben wij jubileum, hè, van onze buurt. Ah, dus jullie zijn met jubileum? Yes. Ja, 25 jaar. Zilver. Ja, dat was best wel duidelijk. Ah, dank je. Oh, ik heb er zelfs 2 gekregen. Mijn bril, ja, die heb ik niet bij. Ja, lees het eens voor. Ik zie het echt niet meer. Let op. Wij zijn niet voor, niet achter, maar midden in het feestgedruis. Want buurtvereniging 4 kwartieren bestaat 25 jaar. Na de optocht zien wij u graag op ons feestadres in de Leibron. Oh. Waar u ons kunt feliciteren met ons zilveren jubileum. Nou, dan zullen wij bij aanwezig zijn. Ik ben erbij. Okay. Ja, dat kan ik wel. Ik herken hem bijna niet. Ik zal hem eens gauw... Ik heb een speech gehad. Goh, Bjorn, hoe moet ik wou ik je noemen? Ja, single. Ik ben single. Ben je single? Ja, ik ben single. Sinds wanneer dan? Sinds een paar maanden. Ja. Ik ben op zoek naar een tweetje. Maar ik heb er wel een paar gezien. Ja, maar zijn wel, jij hebt nog wel wat oudere tweetjes erbij, maar ja. Ook jonge tweetjes. Maar mooi gedaan, hoor. Ja, het ziet er leuk uit, hè? Ja, heel mooi. Ziet er leuk uit. We zijn van Facebook en Twitter. Dit is een jongste tweet. Jongste tweet. Dan ben jij mooi gesminkt. Hey, Sjors. Mooi, hè? Doet die man gek, papa. Dag, Basje. Dag. Denk je, gaan we een pilsje voor de optocht? Ja, voor de optocht kan het nog net, hè. Ja. En gaat het allemaal lukken? Ja, dit jaar gaan wij precies goed lopen. Precies goed, oh ja. Wij zijn op alle nummers voorzien. Ja. Kei goed, perfect, ja. De scheide bouwers elke jarenlang in optocht, hè? Dat klopt.
Volgend jaar hebben we ons jubileum. 44 jaar, of niet? 11. 11 jaar. Hey. Dag meneer. Hey Bas. Hey. Je doet ook mee in de optocht? Ik doe ook mee in de optocht, ja. Voor het eerst weer. Voor het eerst weer eens. Ah, en je bent een bekeuring. Ik krijg je zomaar een bekeuring. Waarom? Oh, waarom heb ik nou een bekeuring gekregen? Omdat het carnaval is. Omdat het carnaval is. Nou, kijk eens aan. En wat doen we daarmee? Al Prins Margaret Gold balfrutschat geven. Huppakee. Maar hij gaat een mooie naam, heb ik gehoord. DZM, waar staat hij voor? Duo zonder maat. Duo zonder maat. Geen mist aan de maat. Ik ben een vaste maat, die wil niet meer meedoen. Dus jij dan hou het op. En wie was die maat? Ja, ze noemen hem de KWATS. KWATS. Oh, de Kwats. De Kwats. Ja, juist. Ja, en even de optocht stond te kwatsen dan. Die staat nou naast de optocht. Daar loop ik daar als eerst langs. Ja, mooi palet gemaakt met gaten. Ja, ik heb er wel een paar nachten voor moeten overslaan, want het was een heel werk. Maar goed, ik ben trots op mijn resultaat. Mooie creatie. Ja, ik had ook een hulp gehad van mijn neefje Joep. Okay. Die heeft goed mee kunnen helpen, want anders had ik het echt niet op tijd gered. Ja. Dan zullen we hem bedanken als we hem tegenkomen. Doe het maar. Succes ermee. Dankjewel. Zeg, incognito meedoen dit jaar? Ja, wel. Ga je ook? Nee, ik ook. Ik ben ook verkleed, ja. Dat is een goudverzaand, ik me al te vertellen. Dat weet ik niet. Ik was net mijn veren naar kwijt bij die winnetoeman hier achter me. Maar netjes teruggebracht. Maar wie zijn jullie eigenlijk? Want ik heb jullie eigenlijk niet op het papiertje zien staan. Dat zijn B. Oh, B. Jullie zijn B. B. CV, geen idee. Oh, dus je weet het ook niet. Kijk. Geen idee. Ja. We hebben dus geen idee, dus lopen wij in een burka mee. Oh ja. Wie zijn jullie? Weet het niet? Nee? De stille genieter, denk ik. Wie ben jij dan? Oranje supporter. Dat is wel te zien, ja. Spagoza? Wat zei? Spagoza staat er bij jou op. Hadden jullie niet gezien? Die zijn ook oranje, hè? Ja. Wat zei? Waar is je mam? Loopt je ook mee? Ja, die staat daar. Oh ja, ik zie ze al staan, ja. Ook een oranje supporter. Ja. Goed zo. De koningin de Maxia. Hallo. Oh, wat een eer om je hier te mogen ontmoeten in ons Skygat. Bedankt dat ik de koningin mocht zijn. Ja. En dag Maxima. Hallo. Hallo. Dag, echt een eer om in het Skygat zo nu al te komen. Hoe komt dat? Wij doen het met plezier. Ja? Ja, het Skygat heeft toch iets speciaals voor het Koninklijk Huis. Wij voelen daar wel een speciale band mee. Oh, ja. Blij om te horen. Ja. En waar hebben we een man gelaten? Die loopt ook ergens rond. Ja, u weet, mijn man is een beetje dom, hè? Beetje dom. Ja. Oh, die zal in de kroeg zitten dan? Ja, ik ben hem even kwijt. Oh. We gaan wel even voor u zoeken dan. Hier hebben we hem gevonden. Dag Willex. Wat een eer om u mogen te ontmoeten in het Skygat. Ja, ik moet zeggen dat het Skygat is natuurlijk het enige gat waar ik naartoe ga in deze carnaval. Dus, echt een eer. Ja, heel welkom. Je komt recht uit de kroeg? Ja, ik ben een beetje werkbezoek aan het afleggen op dit moment. En ik heb mijn naam hoog te houden. Dus Koning Pils wordt, Prins Pils wordt Koning Bier. Dus we gaan het peperkoekenhappen gaan we toch vervangen. Want we moeten toch een beetje Koningschap 2.0 gaan aanschaffen. Dus we gaan meer naar de bierenestafette. Leuk. Ja. Klinkt hoopvol. Ja, nee, je moet met de tijd meegaan. Het is toch tijd van crisis en dat we dit een beetje zuur erin brengen. En ik heb ook nog iets voor u. Ah, even kieken. Oh. Ja, dat is toch ook in de moderne tijd. Koningsdag in Riel. Ja. Wanneer is dat nou? De Koningsdag is een hele week, moet ik hele week? Zeggen. De week van 7 april. We moeten zeggen dat we... een beetje op je woorden, lieve. Ja, schat. Ja, ja, ja. Uiteraard. Uiteraard. Ja, goed. Het is weer weg. En we kunnen gewoon een week lang gaan we onderdompelen. Dat is... ik denk dat het volk dat ook verdient in deze tijden. Dus, ja, prima. Dan, ik ben blij dat u mijn koning gaat worden. Dank u wel. Geen dank. Tot ziens. We komen elkaar vast een keer tegen, Willem. Tot ziens. Tot ziens. Ah, jury. We hebben een jury, Gies. We hebben hier meer van de jury. Lukt het allemaal een beetje? Ja. Moeilijk? Moeilijk dit jaar? Ja, het valt wel mee. Het gaat wel. Het valt te doen. Al hoge punten weggegeven? Daar laat ik me niet over uit, hè. Heel verstandig. Heb jij een paard bij? Ja. Een hobbelpaard? Ja. En wie ben jij? Fleur. Ben jij Fleur? Weet je wie dit is, Gies? Dit is de dochter van de voorzitter
van de Rielse Carnavalsvereniging, hè? Weet ik. Dat weet jij, hè? Vind ik wel heel knap van je pap dat je dat gaat doen, hè? Of vind je dat niet zo leuk? Jawel, jawel. Jawel, jawel. Hey, en wie heb jij meegenomen? Amy. Ah, dag Amy. Ga je ook hobbelen paarden? Ja. Ja. En heb je er zin in? Heel erg. Heel erg. Dan ga je straks nog feest vieren ergens? Bij oma dan. Bij oma. En een beetje in de Leibron? Ja. Okay. Heel goed. Veel plezier, hè? Nummertje 6. Oh, de kiezelkaai is van het gevolg. Dit is ons gevolg, Gies. Jos, we gaan eens even naar Jos kijken. Dag Jos. Ja, wat moet je daar nu mee? Een geit in een café. Nee, zie ik hier daar nu twee. Een geit in het café. Ja, wat moet je daar niet mee? Een geit in het café. Goeie muziekje. Altijd feest hier in het kaaien gaat, jongen. Altijd, hè. Ja, ja, ja. Gisteren was het ook geweldig. Bij Kerkzicht, CD-presentatie van Johnny Purple, maar jullie hebben muziek al gelijk meegenomen. Wij nemen Johnny gewoon gelijk mee, hij zit in ons hart. En we willen bij menige rek kijken. Hij gaat mee op tour door het dorp dadelijk. Ja. 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 Dan zullen we hem gaan zien. Heel goed. Maar jullie zijn, hebben een oplaadpunt bij als je stilvalt, trekt de auto. Ik kan allemaal, alles is elektronisch bij. Ik kan hem zo bijlaaien. Ik heb alles bij, alles is mobiel. Helemaal hypermodern. Riel gaat gewoon voor de toekomst hier. Ja, is goed. Hey, een snoepje. Dat is een gratis parkeermuntje alvast. Ja, oude parkeermuntje. Oh, lekker. Heel goed. Waarom? Reken wel op. Oké. Okay. En wie hebben we hier allemaal? Hey, Joep, hoe is het? Huh? Oh, wacht. Hoe gaat ie? Goed. Goed. Met mooi verkleed. Wie heeft dat gedaan? Ma. Wie heeft dat gedaan? Dat weet ik niet. Oh. Mama, denk ik. Vrouw van de prins. Jazeker, jazeker. Hoe gaat het met u? Ja, prima, prima. Ja? Een beetje vol te houden? Ja, we zijn er bijna klaar voor, hè? En het weer is er eigenlijk best wel meegevallen nog, hè? Ja, de sneeuw is weer weg en de zon is er bijna, hè? Dus wat willen we nog meer, hè? Nou, een beetje feest vieren, denk ik. Daarom, hè? Hebben we de man nog gezien vandaag? Ja, we hebben net een familiefoto gemaakt met onze kleine politie erbij, hè? Oh, dus, Jules. Helemaal prima. Helemaal prima. Maar hier zijn de nieuwe hoofddames? Nou, ik misschien, hè. Zij was het vorig jaar. Ja, vorig jaar. Maar dit jaar kunnen jij wel gezien. Jawel, nou, zijn ben ik nou? Als hofdame van de? Kerkeinders. We hebben ons hofje meegenomen. Ja, een schoon hof. Ja. Oh, zo hof. Ja. En ik snap ik allemaal niet. Kijk eens. Ja, we hebben ons veel hofje geen zorgjes meer. Misschien kunnen jij dan verzorgen. Ja, zorgen. Je moet hem ook opnieuw geven. Dat je er weer netjes bij leeft. Ik ga wel even een trefje geven, hoor. Kom maar. Ja? Oh ja. Ja, dat moet ik wel kunnen, hè. Moet ik wel kunnen. Oh, niet hard. Oh, oh. Ja, we zijn een beetje zuinig. Hier is een beetje zaad. En toch, ja, de zaad staat liggen al bij het hofje, of niet? Ja. En die schrobbelherflessen lagen er ook allemaal. Ja, dat is biologische mest. Oh, biologische mest. Schrobbelher. Ja, en dat werkt goed, hoor. Dat werkt echt goed. Ja. Dan groeit het als kool. Nou jongens, je gaat wel voor een schone optocht, of niet? We gaan zeker voor een schone optocht. We hebben er zelfs in dat wij die auto helemaal clean, hè, dit jaar. Echt waar? Ja, die daar, die auto is helemaal clean. Oh. Dus, maar hij niet, hoor. Hij is van de EPO. Opa, oh EPO. Ben jij voor? Ik ben voor. Ik zoek mijn lens naar EPO. Ik dacht even een schone optocht ging. Ja, dat is nou bekeken zaak, dat gaat niet meer. Die mannen zijn achter en die vrouwen, ik ben voor. Jij bent de voor. Mooi. Dus pas maar op, ik ben altijd. Je hebt niet welke medailles genoeg om. Ja joh, ik heb... Van boksen? Ja joh. Van duiven? Ja, oh nee. Doe alles, hè. Van de honden? EPO jongen. Maakt je arm niks uit? Nee. Zeg maar zo, EPO. Dat zijn eigenlijk de kinderen van de ouders natuurlijk, die altijd flink op stap gaan, die altijd de bloemetjes buiten willen zetten volgens men. Oh, die? Die doen het deze jaar niet meer. En waarom dan niet? Omdat nou de kinderen gaan doen. Oh, dat is een goede reden. Dat vind ik wel. Max, ziet er goed uit jongen. Je kunt dat goed overdragen aan de jeugd tegenwoordig. Ik heb het zelf, hè. Heel goed. Is jullie mooi vanavond op de bank en de jeugd op stap? Hij is net groot genoeg. Is hij net groot genoeg? Oh ja. Net bovenuit. Hij gaat net. Eens kijken hoe dat deze jaar bevalt. Dat zien we vanzelf wel, ja.
Tot zover goed, hè? Ja. Bas. Nieuwe voorzitter van de RCS De Kaaien. Ja, ja, ja. Sinds vorig jaar voorzitter. En nou ja, goed. Leuk, leuke groep. Enthousiast, meester. Nou, je ziet het. De optocht is denk ik een stukje uitgebreider als vorig jaar. Mede door jou dan? Dat weet ik niet. Nee, nou, nee, nee hoor. We werken er allemaal hard genoeg aan. We werken er hard zo voor en we proberen mensen enthousiast te maken. En carnaval moet gewoon lekker gaan leven in Riel. En natuurlijk volgend jaar met 44 jaar moet het een geweldig festijn gaan worden. Okay. Dus nou, we gaan nou in ieder geval met goed weer beginnen. En we gaan ongeveer starten? We gaan over een kleine 11 minuutjes, hè. Het is 2 uur. Het is 2 uur, dus 11 over 2 gaan we starten. 11 over 2 starten we. Oké, okay. Succes. Dank. Alles goed? Allee, ja, geweldig. Eigenlijk een ballenfrutter toch, of niet? Nee. Of vond je het niet meer ingeholen? Ja, nog wel. Nog wel. Maar ik zeg in de goalse. Oh, nee. Nee. Ja, maar, een ballen... oh, maar ik vind het wel mooi in een ballenfrutter die gewoon een riem en nat toch mee komt lopen. Maar ik ben dus geen ballenfrutter, sorry. Nee. Maar. Ik ben een echte goal. En een rielenaar, hè? Echt een kaai, hè? Ja. Echt een kaai, hè? Echt een kaai. Hier gaan de optocht weer starten zometeen, als we weer aan, de eerste. Ja. Weer het goed te doen. Ja, ja, al jaren, hè? Al 43 jaar denk ik, niet die het al doen. Of langer, zo lang als carnaval. Ja, 43 jaar. Is dat na 43 jaar? Ja, van het jaar bestaan al 44 jaar. Dus. Bij de Hermenie zeg ik al, meer dan 65 jaar. Oh, oud slit onderaan dan. Ja, van 46 jaar. Shit. Dat is echt al lang, Gies. Toen waren wij er nog niet. Nee, ik niet. Hey Toon. Weet jij, Baske? Ja. Dat dit een oudste mees is die in de optocht mee. Nou, dat heb ik net gehoord. Ja, ja, het oudste lid van Aronie heb ik net gehoord. Nee, maar het oudste die hier in de optocht in loopt toch? Ja? Ja? Ik heb eigenlijk niet gevraagd naar zijn leeftijd. Ik wil niet zo onbeleefd zijn. Maar hij was wel van 46 al lid van Aronie, dat heb ik al gehoord. Ja, ja is ook, hè. En ga je toen? Van 56. Kijk, allemaal oud gediende, hè? Ja. Hij is op 65 jaar bij nou. Een jubileum dan? Ja, wel ik. 65 jaar bij Aronie dan? Al meer dan 65. Ja. Ja. Dat wel. Zal ik niet redden, Toon? Nee? Zal ik niet redden. Donne controle nog, jongen? Volgens mij wel, Bas. We staan al op volgorde. Weer een kleurrijk gezelschap dit jaar. Wie heeft nou een startschot? Wil jij het startschot geven, Bas? Laat hem maar voor aan de voorzitter, denk ik. We hebben een nieuwe voorzitter, die kan het prima. Nou, we hebben net al even aan het woord gehad, dus hij heeft goed verkondigd. Oké, dat is mooi. Nou, ik hoop dat het droog houden, Bas. Het begint donker te worden. Gaan we starten, zou ik zeggen. Gaan we doen. Meneer Vermeulen. Hey, meneer Van der Kamp. Gaat u met de optocht meelopen? Ja, ik moet het karretje trekken, hè, voor de kinderen. U moet het karretje trekken. Ja, ik ben trekezel. Trekpaard. Oh, ja, paard. Hobbelpaard, trekpaard. Ja. Alle paarden. Hij is omgekeerd. Ja, en paard in twee koppen. Dus we weten niet wie voor en wie achter is. Ja, dus, ja. Hoe kan dat nou? En deze rijdt ook helemaal verkeerd om. Dus ja, ik weet het ook niet. Dus dan doen we het zomaar, hè? Ja, ziet er wel een beetje ruig uit vandaag. Ja, ik heb mijn haar niet gedaan. Sorry. Sorry. En mijn baard niet geschoren. Hahaha. Ha, ha. Ik kan denken. Dat is goed. Kijk eens hier, jongens. Dat is nog nostalgie hier. Vroeger hadden wij hier de paaldragers in Riel. Samen met de kaaimannen in een optocht. Maakte prachtige wagens. Café Zalden, nou een steen in Riel. Dat bestaat ook niet meer, hè? Ook niet. Dat is nou de overkant geworden. Maar er is iemand die al heel lang in de optocht meeloopt natuurlijk, hè? Die is ook voor het nostalgie. Ook voor het nostalgie, die is ook wat in de prijzenkaart. Ja, 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 ja. We hadden net iemand bij de Aronie, al 65 jaar, maar hij loopt ook al even mee. Een eentje in de buurt, maar geen 65 jaar gelukkig. Moet nog komen. Ja, ja, ja. Dus alles onder controle. Ik zal niet kijken trouwens, want... Moeilijk. Moeilijk, hè? Dat geeft ook helemaal niks. Ze er allemaal uitleggen, hè? Dat vind ik zo geweldig. Dan van tevoren denk je, wat gaan ze ermee doen? Ja, maar... Dan loopt hier rond, dan denk je, hoe komen ze erop? Ja, eigenlijk niet zo'n moeilijk motto dus. Nee, van tevoren dacht ik van wel. Moet je mee? Maar nou... Nou, ik vind het echt hartstikke goed. Ja. Leuk. Ja, mooi. We gaan direct beginnen. Jij bent misbruikt? Nee, ik gebruik alleen maar. Je gebruikt alleen maar? Ja, ik gebruik alleen maar, ja. Ja. Van alle. Epo. En voor de kleine mannen wel limonade. Allemaal alleen moeite doen. Hij vroeg al of je ons zaad kon leveren, maar... Lukt dat? Ja, vandaag niet meer. Morgen weer. Morgen vroeg. Als een drank uitgewerkt is. Zeg, ga ik hier supporters langs de kant? Ja, dat klopt. Mooie tocht. Mooie tocht, hè? Ja. Ja. Moet ik wel beginnen, maar uw kleinkinderen doen ook mee? Ja, kleinkinderen, daar staan we nou bij. Je ziet het wel. Oh ja, mooi is dat, hè? Even dat bekende gezichten voor jou zijn. Ja, ik heb ze wel eens meer gezien, ja. Jonge lid, zou het gedaan, hè? Ja, zo is het. Ja, ja. Zit waarschijnlijk in de familie, hè? Ik ben bang van wel.
Kom, mevrouw, hoe is het? Hoe is het? Ja, is mijn beste vriend. Je denkt zelfs dat ik bij mijn vriendin kom, mijn buurt. Dat is een goed bekijken, want dan zitten we goed uit hier. Als je Mary. Ah, je weet het wel, hè? Ja, nog werken ze. Het is niet uiter en het is niet veur. Uiter niet veur. Laat maar weten dan. Onze harmonie, muziek en vriendschap. Vooraan in een opstoet. Kijk eens, daar nog een fotograaf staan. Pirke van Buijsenveld, oude prins van het Kaaigat, hè? Mark, ik heb jou even nodig, jongen. Jij bent net vernoemd. Wanneer? Iemand is op zoek naar jou. Wie is nou men op zoek? Moet ik maar eens goed kijken in een optocht. Ah, dan zal ik wel eens goed kijken. Dan mijn oude duo-maat misschien wel zeggen. Nathalie, gaat het een beetje, mevrouw? U hebt gisteren iets meegemaakt? Ja, ik heb gisteren iets meegemaakt. Dat ziekenhuis ook nog, hoe? Maar je hebt geprobeerd om te glijden op de schoolplein? Ja. Nee, in de klas. In de klas zelfs? Moet je ook niet doen voor carnaval, hè? Moet je niet doen, nee. Hé hey Thijs, waarom doe jij nou niet mee? Hè? Roel, sorry. Thijs, doe mij maar. Thijs, doe mij. Ja, ik heb helemaal geen tent op, Bas. Ik moet mijn gasten verzorgen. Ja, je moet de gasten verzorgen, hè? Ik heb nog tijd in, Bas. Ja. Oei. Normaal springen wij in. Echt waar? Ja, we zijn top heren. Dan gaat er mee. Dan zie ik u direct nog wel. Ja, goedemiddag hier, dames en heren. Hallo, een hele goede middag. Prins Paul met zijn gevolg. Ja, een hele goede middag, kijkers. We zijn er klaar voor. Het wordt een heel schoon kaaienoptocht. En prachtig weer, hè? Tenminste, als we daar naartoe kijken. Kijken we daar naartoe? Ja. Dan weten we dan niet of het sneeuw buiten. Het begin is goed, toch? Het begin is super. Het is echt begin is super geweest, hè? Gisteren. Ja. De kop is eraf, hè? De kop is eraf. Het is heel erg goed geweest. Vanmerk ook al bij de ballenfrutters geweest in goal. Met officiële sleuteloverdracht. En daarna hebben we ook nog even de prins van Kreukenstad, prins Joost de Eerste, verrast met een bezoek die hier aan het ontbijten was in het Kaaiengat. Dus ja, super. En nu wij? En nu wij. Nu is het ons moment. Hè? Ons moment. Want tegenaan, want wie niet veur is, is... Achter. De jeugdraad onder bezielende leiding van prinses Jeske en adjudant Anouk. Dus even zwaaien, Jeske. Ja! Jullie moeder hebben we net ook gezien, hè, Gies? Ja. Zijn we gauw geluisterd wat ze te vertellen hebben? Hij ziet er heel schoon uit, ja. Echt schoon uit, ja. Echt schoon. Jullie moeten het helemaal achter ons laten? Ja, we moeten opletten dat we eigenlijk niet omver gereden worden door de harmonie. Want het begin, hè? Ja. Kop, hè? De harmonie. Jullie zijn achter, jullie zijn niet ver. Nee, wij zijn achter. Ja. En we gaan ook niet inhalen, Als ik niet ver ben, ben ik achter. Nee, als jij niet ver bent, ben ik achter. Ja, ben achter. Wat een discussie hier, mijn dames en heren. Ik weet niet of ze er ooit uit gaan komen. Tam, pam, pam. Oh ja. Ta, ta, ta. Kijk, hier hebben we onze kleine Rielse. Als onze ouders de bloemjes niet buiten zetten, dan doen wij het wel. Een kleurrijk tafereel. Oh, en dan hebben we nummer 4, oh, de voetballer. We hebben hier een voetballer. Kun jij een bal omhoog houden? Ja. Doe dat eens. Kijk eens. Oh ja. Oh, hierachter. De kiezenkaart is het gevolg. Ah, ze komen een parkeermuntje uitreiken. Oh, Joepke. Dames, als je niet veel bent, dan ben je achter. Oh, ik krijg alweer een bekeuring. Ik heb al zoveel bekeuringen gehad. Ik word een beetje moe van die parkeerschijven allemaal. Wat vindt u van mevrouw, van die parkeerschijven in Riel? Ja. Heel geen stem meer van gisteren misschien, ik weet het ook niet. Maar leuke creatie, hard aan gewerkt, hè? Oh, dat is de vrouw van de prins. Johnny, ik heb beloofd, Johnny loopt mee. Ja. Zij komt eraan voor jou speciaal. Ah. Oh, alweer een. Hier hebben we de paradepaardjes. Ivo. Geïnspireerd door het holpaard van Huub Hangop. Zo weet ik niet waar veurwaarder is. Onze voorzitter, dag voorzitter. En de Spagoza kippenstraatje. Die komen er gauw voorbij. Even een persmomentje, Riel. Legendarisch. Het is
koningin Beatrix, Maxima en Willem-Alexander. Kijk, en hier zijn nu onze hofdames, onze nieuwe hofdames. We hebben wel een beetje concurrentie. Je hebt een beetje concurrentie gekregen, dames. Moet ik maar eens even opletten. Oh, ja. Er zijn hofdames van de kerkhuis, van een buurtschap, maar jullie zijn de onze, hè? Ja, precies. We zijn de Nancy's. Je hebt geen concurrentie, hè? Nee. Enige echte. CV, geen idee. Hey mannen, hoe is het nou? Goed. Nou, dus ik wel enig. Ja, heel. Die Ralf Elf krijgt toch niks. En dan, lekker pilsje. Lekker koud pilsje. Een zwerfkaaien. We zijn niet ver. Het typische Riel. Die zijn al elke, ik het al vertelde, al een tijdje bezig. Met Tom praten werd Riel al verrast met een paar van die wigwammen. Die typisch. Mooi uitgedost. Ja, binnen toe. Die zijn er midden toe, ja. Die hebben al verschillende jaren meegedaan. En nooit echt kunnen winnen, maar dit jaar zijn ze al winnen toe, de Schansenvreur. Dat is net deel elkaar van de Lai Ladies. Univeurus is aardig, maar wij zitten er middenin. De dames die ook al jaren meedoen hier in het Kaaigat. Elk jaar weer mooi uitgedost. En ze gaan naar de Prins. Voor een lekker bitterkje, denk ik. Lekker schommelen en zo. Wil eens kijken wat ze erin doet. Volgens mij is het gewoon Ranja. Dat is het. Oh, zelf gemaakt? Ja. Hij maakt het wel zelf. Heb je iets gemaakt? Een lekker kippensoep. Kippengroentesoep. Ik heb een hele kip ingevlogen. Echt waar? Kip van Albert Heijn. Een plofkip van Albert Heijn. Kip. Facebook en Twitter. Ja, kip. Ja, mooie verkleed, dames en heren. Heb Suzanne van Hoesel. Ja, dag Suzanne. Die meneer zijn al veel geleden. Like us. Die doet niet meer zijn best uit. Kom je ook op een feestje, project Israël? Oeh. Oh, dat is vandaag. Oh. En waar is het? Centrum Riel. Centrum Riel, oké, okay, we zijn erbij. Komt onze single aan? Hij is single. Staat de single op de Facebook. Dag, steeds geen tweetje. Blijven zoeken. Jongens, die oude mensen in een optocht. Ik sprak net iemand die zei dat hij 65 was, maar jij bent iets ouder denk ik, of niet? 85. En uw vrouw? 80. 80, ja. Oh. Erg een jong bloemke. Ja, heb je al een jongen getrouwd, hè? Dat is het beste, ja. Zie je nog, hè? Ja, hetzelfde, hè? Hallo. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Ja. Je kunt voor gaat voorspellen? Ja, ik ben een sociaal medium. Ja. Dus ik voorspel een beetje korte termijn toekomst zo, tijdens de carnaval. Oh. Of ik geef wat visje, trek maar een kaartje. Mok nieuwe vrienden. Nou. Dankjewel hè. Vriendin? Ja. Oh. Ja. Het gaspedaal met Pieter Hermans on tour. Hoi mannen! De kop is afgebroken. Stukken in de wagen. Komt de vliegende reporter, komt er gelijk bij. U was er snel bij, meneer. Ja, als je rijdende reporter bent, dan ben je gewoon super snel. Houd de kallers in de gaten. Je krijgt zo'n ding mee om heel actueel te blijven. Ja. En dan schrijf ik zoiets erop en dan komen we ook niet in de kraan maandag in.
Maar het is wel zonde van dat ding. Ja, dat is jammer. Jongen, jongen. Hij brak je net af. Ja. Ja. We waren er bijna live getuigen van. Ja, ja, jammer. Dat je niet echt het kunnen filmen. Maar goed. Maar gelukkig dat er niks gebeurd is. Ja, dat is ook zo, dat is zo. We maken er verslag van. Heel goed. We maken er verslag van. Vliegende reporter. Ik denk het wel. Hey Bram. Hey. Kijk, we hebben dit jaar al jaren ruzie gehad met de stichting. Hè? Dat hebben die groot laten vallen, maar dat zijn wij niet, hoor. Nou, het is een groot gat aan het horen, mannen. Ja, maar dat zijn wij niet. Dat zijn wij niet. Nee, je hebt allemaal letters. En we staan dit jaar niet voor, we staan dit jaar niet achter. We staan uit de goed. Kijk, maar tussen het draaien geven, waar we dit jaar staan. Maar je mag nog een keer draaien. Nog een keer draaien. Kijk, de helden van de helden. Het is een goed stand. Onze Lance Armstrong. Je zoekt de glens naar Repo. Ja. Hij is vuur, hij is vuur. En wij zijn achter. Maar hij wint altijd. Ja, hij wint altijd, ja. Wij zijn de CV De Bouwers. Volgende bladzijde. Oh, de volgende bladzijde. Dus we zien hier de bouwers. En hij is voor Repo. Hij is voor. En wij zijn achter. Want wie niet voor is, die is achter. Is achter. Dus en ik neem hem natuurlijk weg. Je hebt een beetje gesnoeid in het kaai gehad, of niet? Ja, dat moet ook af en toe gebeuren, hè? Ja, zeker als de gemeente het niet doet, moeten wij het doen, hè? Ja, als de gemeente het niet doet, die Amstel, dan doen wij het wel. Dus Ah, je kunt er niks mee! Nee, wij nemen dat duwelijk weg. Ja. De Tour de Kaai. Dit jaar zal de Tour ook door het Kaai gaan trekken. Kijk, kijk, en hier hebben we de hofdames van de Kerk Einders. Het hofke. Hey Jantje! Hoe is Jan? Ja, goed hè. We hebben jullie toch weer mooi weer hier hè. Mooi weer. Het is druk. Het is druk. Nou, houden we er zo hè. Hebben jullie dinsdag toch? Ja, dan moeten we maar even afwachten voor wie erbij dan hebben, maar dat kan ook wel goed komen, denk ik. Half meter sneeuw, ik laat het vertellen. Nou, dan wat sneeuw hebben dan, hè. En zijn jullie prins er ook bij? Dan doen we geen baan scheppen, maar dan gaan wij sneeuw scheppen, hè. Kom maar mee helpen. Ja, is goed. Onze prins staat daar, hè. Oh, zullen we eens gaan kijken? Oh, hooguit, u hebt bezoek gekregen? Ja, ja, ja. Ik heb bezoek in een hoogwaardigheidsbekleder. Prins Stafke uit het Struiveland. Struiveland, waar ligt, hè? Daar ligt een beetje meer die kant op. Een stukje kant daar. Bij de derde kaai linksaf en dan rechtdoor rijden naar Mennen. Ja, bij het kaai gaat ja, eigenlijk gewoon rechtdoor rijden. Dat komt er vanzelf, hè? Ja. In de school Struivelaan. En heb je er zin in? Ik wel, ik heb er heel veel zin in. Wanneer is bij jullie optocht? Die is een dinsdag. Dinsdag. We doen een schone optocht hebben we weer. Ik heb mis dat wel, hè? Ik heb alweer een paar wagens gezien, maar... Ik denk dat wij er heel graag gaan kijken. Nee, dat heb ik zomaar. Kom maar er naartoe, Prins Paul. Ja, 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 wij gaan er kijken in Struivelaan. Dinsdag. Dinsdag, mensen, komt allemaal kijken, hè? Het is dus weer na de sneeuwbuien, hè? Na de sneeuwbuien. Ja, ja. Dinsdag is wel mooi, hè? Ik heb net gehoord, daar scheppen een baan, maar dan gaan we anders gaan we sneeuw scheppen. Anders gaan we sneeuw scheppen, ja. Maar jullie hebben wel een goede wereld, dat is het enige wat zeker is. Het is droog, het is droog. Misschien wel kou, maar zo maakt het toch ook vaak niet. Een beetje reaas aan, komt allemaal om me goed. Maar we vinden het heel erg leuk dat je niet zo ons kaai gaat komen zoeken tijdens een opdracht. Ja, dat doen we graag, dat doen we graag. Mooi, mooi. Dus. Vond je jou ver, vet, ja? Ja, zeker weten. Daar gaan we vissen. Vissen maken, zeker. Word je dan wat verder, ja, Prins? Gaat het ervoor? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Denk, als kunnen we nou even schouw vastleggen op tv. Daarom even bekennen. Beste Struiven, hier stond hij dan voor u. Voor de 55ste keer. Het zou een paar redenen hebben, want dan ben ik 5 jaar prins. Dan als 11 jaar een duvelprins. Maar heeft 55 jaar bestaan. Maar ik hou de slag onder de nerven. Hou het geheim. Hou het geheim. Heel goed. Even kijken, wie hebben we hier? Ah, de 4 kwartier, hè? Jubileum, 15 met Pirke. Dan Pirke. Power. Pirke Power. Jubileum, we zijn hier veel niet aardig, maar midden in ons feestgedruis. De buurtvereniging 4 kwartier bestaat dit jaar 25 jaar. En dat moet gevierd worden. De hele buurt, groot en klein, is opgetrommeld om het jubileum te vieren. Het buurtcafé van de 4 kwartier met de kijkers van de Riels optocht. Nou ziet het café staan. Hey, hoppakee. Hans Harkjes, een nieuwe bank.
Dat gaat voor je, nee. Alles? Ja. Hoe kleiner, hoe liever. Wat zien dat ik allemaal gebruikt? Ja, hier, limonade voor de kleine mannen. En even voor mijn eigen, hè. Hey, we zitten hierin, dan? Nee, dat is koude thee. Ja. Oh, nee, dat is snap ik. CV, de snottenbelblazers. Zet even die reclamemannen goed in beeld, want... Mede de run is dan weer mogelijk gemaakt. Want het kost ik allemaal weer een hoop geld, hè, jongens. Hoe is het gegaan, jongens? Goed, toch? Ja. Ja. Goed kunnen bouwen? Ja, op een gegeven moment bij Bas was het... Dag en nacht onderhand. Maar hij is afgekomen. Hij is klaargekomen. Kijk, zullen we eens gaan kijken wat het geworden is. Ja, yeah, dat is goed. En oh ja, we rijden met ons bus rond de wereld, hè? Ja. Yeah. En wie neemt het allemaal mee? Ja, yeah, ons Bea. Bea? Ja, die is bekend achter, hè? Bekend achter? Bekend achter. Wie is voor dan? Willem. Willem. Mee ons Max. Ons Max. Max! Oh, Max. Max komt er eens ekkers bij. Nee. Maxima is nog een beetje publiciteitsvreemd. Ja. Ja, het is wel mooi, hoor. Dat is een zwaait, netjes als een koningin. Ja, de Beatrixstraat, Oranjestraat, de Willem-Alexanderstraat. De Kroontjes, de Gouden Koetsen. Bas. U kent mij? Oh, ja, mooi. Ik ben blij dat wij Riel als eerste mogen bezoeken. Ja. Ja, we zijn erg blij daarmee. Ik vind het ook echt een hele grote eer dat u het KAI gaat wil bezoeken tijdens carnaval. Dat siert u. Ja, zeker. En nou als moeder gaat aftreden en wij het hier overnemen, willen we ook zeker hier een keer komen kijken. U weet, u bent van altijd van harte welkom. Ja, zeker. Doen we. Kan ik een pilsje pakken? Is goed. Dat doen we. Tot straks. Onze fotograaf. Ja, even een tweetje naar elkaar. Wordt het allemaal? Hoe is het? Alles onder controle? Ja, alles goed. Kun je het een beetje vastleggen? Ja, geen regen, geen sneeuw. Nee, ik bedoel, ik vastleggen de optocht. Nee, dat is belangrijk. Lekker zonnetje erbij. Ja, dat klopt, man. Mooi, ja, zeker wagen. Belangrijk. Mooi wagen. Schoonwagen. Schoonwagens, yeah. Ja. Huppakee. Gisteravond in Leibron geweest. 11 uur een optreden. En nu staan ze in de optocht. Weer de bakker achteraan. Hey. Met een grote troep. Heel vrouwtjes in de maat daar gevonden, hé. Zeg, duo zonder maat. Ik had u net gesproken. U had uw maat nog niet gevonden. Heb je een onderhand gezien? Hij heeft me net een flesje bier aangeboden. Dus, het is weer een beetje goed tussen jullie. Het is weer goed en hij wou volgend jaar meedoen. Dus volgend jaar hebben we een duo. Dan hebben we weer een duo. Mooi. Hoe is het met de gaten verder? Ja, met de gaten, ja. Hier één groot gat voor mij. Eén groot gat. Doorlopen. Snel doorlopen dan. UVNM, CV-bus. Het valt niet mee. Denk dat de afkorting er staat. Beetje harde mannen. We hebben ze afgelopen woensdag bezocht in een bouwschuur in Alphen. Struivelaand. Chom, de tontjes. Ja, de tontje zit het Struivelaand. Alve, heb ik me net laten vertellen. Hun motto is, het loopt als een treintje. Dus we hebben een treintje gemaakt met een tentje achterop. Maar zoals je direct al zult kan zien, het is een goed lopend treintje. Ook die jongens hebben afgelopen woensdag bezocht in de schuurtje in Alve. Goed gezellig. Flink wat hooi en strooi meegenomen. Een rotzooi allemaal. Hé? Dat met jullie kaart kan staan. Je zult hooikoorts hebben, hè? Ruudje, 0 punten, jury. Mooi dat je meedoet. Schoonwagen. Ook deze hebben we. En hier de laatste, nummertje X. Die stapt er niet eens op. Maar er zijn hier wel twee vrouwtjes. De ene is net bevallen. Ik denk dat de jongste zal zijn in de optocht. En hierna een stooi bevallen. Dus we gaan kijken wat erin ligt.
Volgens mij is het Milan. Kijk eens. Oh, we zijn schoon. We zijn schoon. Onze jongste. Jongste van een optocht, of niet? Mijn trotse moeder? Ja, natuurlijk. We gaan nog even door. We zijn nog niet op het einde. Maar ik stop er nou hier mee. Want ik moet de wagen mee op als adjudant van Prins Paul de Eerste. Ik wil iedereen bedanken, de kijkers thuis. En we hopen op nog een mooie carnaval we gaan krijgen.